Breda Nu. Je weet het meteen. Koning Willem-Alexander is 50 jaar geworden. Ook de Bredaanse binnenstad kleurde oranje om zijn verjaardag te vieren. Op deze kraam zijn droomwerelden te vinden. Alles wat met sprookjes te maken heeft, wordt gemaakt van zelfdrogende klei. Luchtkastelen, draken, elfjes, alles wat je leuk vindt. En vindt de Koningsdag ook een mooi sprookje? Ik vind het een heel mooi sprookje, ja. Wat vindt u er zo leuk aan? Dat iedereen op een hele gemoedelijke manier met elkaar omgaat en allerlei leuke dingen kunt doen. Het is echt een feestje. Wij zijn van de modelspelgroep Drechtstede. We hebben hier een modelbaan staan waarmee we rondrijden met een aantal modeltreinen. En ja, de mensen kunnen hier dus in deze tent kijken naar allerlei modelbouw. Naast ons staan de boten en aan de linkerzijde van ons staan de truckers. Ja, dan kan men gewoon rustig kijken welke club allemaal doet. Ze kunnen sinaasappel, dat je een muntje moet opleggen op de sinaasappel, moet die 30 seconden moet je daarop blijven. En we hebben allemaal cupcakes, popcorn, drinken en chips. En ik kan grabbelen en we hebben armbandjes. En wat vind je zo leuk aan Koningsdag? Wij gaan altijd heel vroeg opstaan en verkopen vind ik altijd leuk. Wij zijn Stichting Cosplay in Actie en wij zijn hier op het moment geld aan het ophalen. Wij als stichting halen geld op voor diverse goede doelen. En dit keer op Koningsdag in Breda staan we hier eigenlijk voor onszelf. Omdat we als stichting zijnde zelf ook geld nodig hebben om te kunnen bestaan. Om acties te kunnen voeren en dus ook om meer geld op te kunnen halen voor andere goede doelen. Nou, wat leuk is aan Koningsdag. Nou, het is hartstikke gezellig. Ik bedoel, kijk maar eens om je heen. Het is hartstikke leuk. Iedereen allemaal in oranje kledij. En als je natuurlijk net in het park zag, al die kindjes daar zo op de Vrijmarkt. Ja, het is gewoon hartstikke gezellig. Superleuk. En natuurlijk Radio 538 hier, het festivals. Dat is heel erg tof. Ja. Wat hier mensen vandaag kunnen doen? Nou, onder andere in Breda heb je natuurlijk heel veel verschillende tentjes. En wat wij hier hebben is, zijn we bezig voor de roperen. De KMA heeft dit jaar ook een roperen team. En daardoor willen we graag allemaal dingen aanbieden. Vooral voor kinderen, maar ook voor grote mensen. Dat zij allemaal leuke activiteiten kunnen doen, zoals schieten, camoufleren en op de foto. En dat is allemaal voor het goede roperen doel. De roperen is een loop voor kanker. En dat is eigenlijk om het leven voor mensen het wat makkelijker te maken, probeert de roperen zoveel mogelijk geld op te halen. En die loop die gaat dus van Parijs naar Rotterdam. En dat is echt een soort estafette wordt dat gedaan. En op die manier wordt er dus onwijs veel geld opgehaald voor dat doel. Ja, we staan hier bij de scouting. Wat kunnen mensen hier vandaag doen? Ja, op deze manier proberen we in ieder geval te laten zien wat we allemaal doen, wat voor verschillende activiteiten dat wij aanbieden voor verschillende leeftijdsgroepen. En mensen kunnen hier ook al een paar kleine dingetjes doen. We kunnen ze al een beetje laten zien hoe dat wij bijvoorbeeld sommige knoopjes in elkaar leggen. Aan deze kant hebben wij onze boot staan. Daar kunnen we ook al een aantal dingetjes op laten zien. Het hijsen en zo, het varen zelf natuurlijk niet. Dat is lastig op het trailen. Maar verder hebben wij gewoon een hele leuke dingetjes, zeg maar. Maar het belangrijkste is dat we er zijn. Dat we laten zien dat wij aanwezig zijn, zeg maar. En wat vind je zo leuk aan Koningsdag? Het leuke aan Koningsdag vind ik dat er zoveel mensen op de been zijn die op een leuke manier kan enthousiasmeren, zeg maar. Er zijn zoveel mensen die hier langskomen. Nu leuk muziekje op de achtergrond. Het zonnetje breekt door. Ja, dat zijn de omstandigheden die je wil, zeg maar. Iedereen is vrij, iedereen heeft vrije tijd. Dat is leuk om mensen daarmee te enthousiasmeren. Nou, je kan hier voor 1 euro 5 ballen daarin gooien. En dan kan je daar prijsjes uitzoeken. En hier heb ik ook nog allemaal leuke dingen die je gewoon kan kopen. En wat vind je zo leuk aan Koningsdag? Nou ja, ik vind het wel leuk dat het allemaal oranje is en dat je allemaal leuke dingetjes kan kopen op de markt. En dat bij allemaal kraampjes. Breda Nu. Je weet het meteen.